Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Kozijnservice Nederland, Slijterij V&V, Bloemsierkunst Jan Bosman, Aannemersbedrijf Meerbouw Pijnakker BV, Topfittrainen.nl, Over de Vest Kozijnen, Finovion Accountancy, Belastingen en Advies, Finnies Tentenverhuur, Van Koppen en Van Eyck, Asta Casino en Cor van Laar Kozijntechniek. Hartelijk welkom vanuit de Sir Winston Entertainment Club. U ziet achter mij vier nieuwe gasten. En natuurlijk ook vandaag weer vaste rubrieken. De fluwelen trap, oftewel latje trap. Het gesprek aan de bar. En we hebben weer het team van de week. Dit is Haaglanden Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom, ik heb het al gezegd, ook hier in de Sir Winston Entertainment Club. Dat geldt natuurlijk voor de mensen die hier aanwezig zijn. De gasten aan tafel ga ik zo voorstellen. Maar we hebben natuurlijk ook, ik heb het al gezegd, het team van de week. Dit keer het zaterdag 1 team van Wick. De mannen zitten over daar. Hey! Goed, straks verder in de uitzending kom ik terug op dat team van HDV, een gezelligheidsteam. Maar ik ga allereerst voorstellen, HDV, sorry, nee, Wick natuurlijk. Dat zijn de buren in het Zuiderpark. We gaan de mensen voorstellen aan tafel. Aan de linkerkant van mij zit Rob de Lange, de trainer van de zondag hoofdklasse DHC. Ja Rob, geen onbekende bij ons aan tafel. Afgelopen weekend is alleen misgegaan, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Daarnaast zit Martin de Mooij, de trainer van Olivio. Nou, en Olivio doet het heel erg goed dit seizoen, zondag derde klas. Gaan we naar de rechterkant, ja, een overbekende voor ons allemaal, Mark Wotte. Ja, we gaan dadelijk over praten wat je allemaal niet gedaan hebt in de voetballerij, zowel in binnen als in het buitenland. Hartelijk welkom, heel fijn dat je vanavond bij ons wil zijn. En daarnaast Dennis Olmand, terug in Den Haag. Nu nog trainer van de zaterdag eerste klasse GHC, maar volgend jaar bij GDA. Welkom. Ja, graag. Goed. We gaan beginnen. We gaan eerst eens even kijken naar het voetbal van het afgelopen weekend. Maar ook naar hoe gaat het in de stand. En Rob, we gaan eens beginnen met dat DHC. Ik zag een verslag bij ons op de website van Jan-Willem van der Wol. En die zei van, ja, DHC kan iets moois in deze competitie nu wel vergeten. Ja, er zijn nog 8 wedstrijden te gaan. En er zitten 5 thuiswedstrijden bij. Dus en die thuiswedstrijden winnen we allemaal. Nou, reken maar uit. Dan kom je toch nog op een leuk gemiddelde uit. Ja, maar goed, de wedstrijd tegen de Dijk. Je had dat zelf al een keer ook aangegeven. Er kwamen 2 belangrijke weken aan. Nou, die week daarvoor ging het goed. Ja. Nu ging het niet goed. Nee, maar ja, je speelt tegen een van de beste ploegen uit de hoofdklasse. Nou, dan speel je op een bijna onbespeelbaar veld. En dat is geen excuus. Daar zijn natuurlijk ook last van. En voor rust krijg je de 2 beste kansen. Nou ja. Die moet je maken, dat doe je niet. En in een kwartiertijd na rust geef je de wedstrijd dat handen. De 2 persoonlijke fouten. Er zijn meer clubs ook in die hoofdklasse die niet zo lekker veld hebben. Shabab. Nou, maar dan spelen we de laatste wedstrijd en ik weet niet of ze dan nog voetballen. Nee, nou goed, dat wachten we maar af. Ja. Martin, dan kijken we bij Olivio. Ja, ik denk dat jullie nadeel dit seizoen is dat ook Laakkwartier bij jullie in de klasse zit. Nadeel, ja. Weet ik niet. Het is leuk dat we op dit moment gewoon tweede staan en dat proberen we ook vast te houden. Vooraf ga je zo'n jaar in waarbij je vorig jaar de mogelijkheid had om een aantal wedstrijden te kijken eigenlijk van wat is Olivio, wat spelen ze eigenlijk en hoe wordt het voetbal ingevuld. Dus ja, met die kennis in het achterhoofd ben ik aan de haal gegaan en heb ik daar een beetje mijn eigen plan op gemaakt. Daarbij de spelers meegenomen en dat resulteert gewoon in een mooie tweede plaats. En of Laakkwartier dan het narretje is voor ons in de competitie, dat weet ik niet. Maar het feit dat we tweede staan, dat is op zich al voor Olivio op dit moment een goede prestatie. Ja, jullie zijn overigens de enige tot nu toe in die klasse die uitgewonnen hebben bij Laakkwartier.
Ja, dat klopt. Zij hebben ook bij ons weer thuis verdiend gewonnen. Op dat moment maakten nog veel te veel fouten. Het begin was moeizaam, twee keer gelijk, verloren. Nou, dan probeer je toch die fouten die je wekelijks maakt eruit te halen. En je ziet ook elke wedstrijd, of bijna elke wedstrijd, doen we een soort nabespreking. En dat doe ik vaak ook met beelden. We hebben ook een cameraman bij ons, David Dilling, die altijd filmt en alles vastlegt. Dus met dat beeldmateriaal kun je dus ook aan de haal gaan en dat voorleggen aan je spelers. En ja, ook uitleggen wat er dan beter moet. En dat, ja, dat oplossen van fouten die we maken, dat gaat steeds beter. En we maken dus ook steeds minder fouten. En vandaar ook misschien een tweede plaats. Knap werk bij een derde klasser, Dennis. Bij jullie spelen dan eerste klas. Ook allemaal videomateriaal waar je gebruik van maakt? Ja, maar wij hebben ook het probleem met dat er nog 13 andere ploegen in de poem zitten. Dus kijk, hij heeft er maar eentje boven hem, ja, ik natuurlijk 13. Ja. Dus, nou, dat is best een lastig probleem, wat ik je vertellen. Ja. Dus ja, goed, wij maken ook gebruik van videomateriaal van NAC Sports. Ja, dat is echt een analyseprogramma. En ja, ik vind het super leuk om mee te werken en de jongens ook. En nou, goed, je moet het alleen niet iedere week doen, denk ik. Nee. Maar je probleem, denk ik, bij de GHC is natuurlijk die verdediging. Hè? 14 doelpunten tegen is een beetje veel. Hoeveel? 40. Ja, dat is een beetje veel. Maar ja, dat zeg ik, als je 13 ploegen voor je hebt zitten, dan vliegen er wel een paar goals in natuurlijk. Dus vooral, de beelden gaan ook vooral over het verdedigen. Hoor. Ja. Maar we hebben ook wel een probleem om ze in het netje te krijgen. Ja, we gaan verder over praten. Mark, jij hebt natuurlijk bij heel wat clubs ben je werkzaam geweest als trainer. Bij Feyenoord ook als technisch directeur. Kijken we alleen nog naar de Nederlandse clubs. Hoe volg jij de clubs waar je ooit als trainer werkzaam bent geweest? Volg je die nauwlettend en op wat voor manier? Afgelopen 3,5 jaar in Schotland had ik zo'n schotel. Dus dan kreeg je alle Nederlandse zenders. Mijn vrouwtje wilde die soapserie zien. Maar ik kon dan mooi even natuurlijk Studiosport zien en Voetbal International en dat soort programma's. Dus. En ik kwam ook nog wel regelmatig in Nederland. Zeg maar om de 2-3 weken kwam ik een weekend thuis om mijn jongens te zien voetballen. En mijn oudste speelde bij Nooddorp en de jongste die speelde bij Kwik. Dus dan blijf je toch ook wel een beetje op de hoogte. Dus blijf het altijd volgen. Maar welke clubs in het bijzonder volg je nou? Heb je nou echt een club? Den Haag natuurlijk. Ja. Den Haag heb je altijd, volg je altijd, omdat ik daar gespeeld heb. Ik heb daar 6-7 jaar gewerkt als trainer. Dus dat is eigenlijk wel de enige club die ik echt wekelijks volg. En waar je ook nog wel iets meer van weet dan alleen de uitslag. Ja. Dus de rest van de clubs zijn voornamelijk werkgevers geweest. Waar je niet echt een band mee opbouwt. Als je daar maar een paar jaar zit, dan valt dat niet mee natuurlijk. Ik heb ook iets te veel clubs gehad. Ja. Dus, ja, daarom zeg ik, wil ze allemaal op. Nee, doe maar niet. Dan zijn we vanavond nog bezig. Zijn dat er meer als 13? Nee, dat denk ik niet. Kijk, je komt ook wel eens in het buitenland en dan teken je een contract voor 2 jaar en dan zeggen ze na 4 maanden van je hebt ons geholpen, ga maar weer weg. Ja, dan zit er een ander bij waar dat heel makkelijk gebeurt. Ja, dan moet je maar kijken hoe je geld krijgt, maar dat weet je van tevoren niet. Nee, even over ADO, Chinese overname, heb je daar een lekker gevoel bij? Nou, ik denk dat Den Haag altijd geld nodig heeft gehad in de laatste 20, 30 jaar. Dus als er een Chinees geld aan Den Haag wil geven, dan is dat denk ik heel erg welkom. Kijk, hij heeft het nu aan Van der Kallen gegeven. Nou hoop ik dat hij ook aan Den Haag een hoop geld geeft. Ja. Want Den Haag heeft investeringen nodig om structureel zeg maar, in het linkerrijtje te staan. En af en toe doen ze mee in Europa, maar dat is eigenlijk een lucky season, zeg maar. En natuurlijk, ik denk dat je iedereen... Ik weet alleen niet wat voor condities zo'n Chinees eraan aan ligt. Is het voor 1 jaar, voor 3 jaar, voor 5 jaar? Ik denk dat je altijd een lange termijn sponsor moet zoeken voor een financiële injectie, dat je kan bouwen. Ja. En als dat het geval is, dan moet ik daarna hartstikke blij zijn met onze Chinees. Ja, en aan de jeugdafdeling, Rob, je gaf het net zelf al aan. Thuis doen wij het heel erg goed. Ja, uit is, blijft een drama. Ik geloof, uit hebben jullie gewonnen bij AFC 34. En bij Aaglond, maar daar wint iedereen. Ja. Nee, dat klopt. Thuis hebben we alles gewonnen 1 keer gelijk. Ja. Hoe komt dat het dan uit maar niet wil lukken? Ja, we vinden het kunstgas veel te fijn thuis, Tom. En we hebben gewoon wat moeite op zware gasvelden. Terwijl je het ook nog over het algemeen wat lichte mannetjes erbij op lopen. Ja, Danny Bomen zie je niet dan. Nee, maar ik heb er voor de rest geen verklaring voor. Want als ik het geweten had, had ik er wel wat aan gedaan natuurlijk. Ja, vroeger was het altijd andersom, hè. Dan was het op gras speelde je je fijnste wedstrijd. En als je op kunstgras moest spelen, dacht je van, dan moet je op dat kleren kunstgras spelen. Die kentering zie je duidelijk, hoor. Dat merk ik ook aan mijn ploeg. Dat is gewoon, kunstgras is gewoon waar ze het liefst op spelen. En als je dan naar Wik moet, of naar Sepp, of
Ja, dat is gewoon zwaarder veld. En zeker ook als het heel slecht weer is geweest, waarbij je echt veel meters moet maken en het ook gewoon zwaar is. Ja, dat merk je ook gewoon terug, in het herstellen. Dan begrijp ik die discussie ook niet. Die hoort dan in betaald voetbal. Ook bij ADO weer van we moeten terug naar het gras. Twee, dan inderdaad, de huidige categorie voetballers, jeugd en dergelijke, groeien op met kunstgras. Maar laten we eerlijk zijn, een heel mooi grasveld is wel het mooiste om op te spelen. Daar kan niks tegenop natuurlijk. Ja, als het maar vlak is en goed gezaaid en het is allemaal mooi groen. Daar kan geen kunstgras tegenop. Maar een slecht veld, een slecht grasveld, ja, dan heeft iedereen toch liever kunstgras. Want wat je zegt klopt, de jeugd is er al mee opgegroeid. Want de meeste jeugd traint op kunstgras. Ja. Ja, maar wij hebben maar 3 velden. En als je dan heel veel jeugdleden hebt, dan dat betekent dat op het hoofdveld nu, wat kunstgras is, daar spelen ze zaterdagochtend om 8 uur tot 5 uur. Als je dat op gewoon gras doet, als jij dan zondagmiddag nog even moet, dan, dan kijk je al naar de grond als je naar de dugout lopen om als trainer te gaan zitten. Want dan ga je al door je enkels heen. En dat vind ik dan eigenlijk al competitievervalsing. Dus kunstgras is op amateurvoetbal het meest eerlijk. Daar heb je ook toch verschil in dat kunstgras. Ik bedoel, cool. Jullie hebben daar een prachtige mat liggen. Maar je gaat ook, je komt bij clubs, kinderen goed op beton gaan voetballen. Nee, dat niet. Ja. En jullie hebben ook geen kunstgras bij GSG? Ja, wij hebben nu tweede veld. Tweede veld. Nieuw. Nou, als je het vergelijkt met wat we hadden, daar liet je ook je hond nog niet op uit. En als je ziet wat er nu ligt, ja, dat is een prachtig kunstgrasveld. Ja. Maar goed, je gaat naar een club toe, dadelijk GDA. Ja, die hebben ook alleen op een bijveld weer. Ja, ja, die hebben een prachtig hoofdveld. Hè? Ik denk dat. Nou ja, maar ja, dat is natuurlijk ook het verhaal. GDA is natuurlijk een club ook met veel jeugd. Ook de zaterdag. Ja, als daar in zo'n weekend zoveel elftallen op lopen te banjeren. Nou, dan zou ik me best wel voor kunnen stellen dat dat bijvoorbeeld een club zou zijn die misschien wel. Ja, ik weet het niet hoor. Maar die misschien wel dolgraag naar kunstgras zou willen. Ja. Ja, aan de andere kant. Ja, ik vind een grasveld ook altijd wel weer wat hebben. Ja. Het ruiken naar gras. Goed, we gaan dadelijk verder praten, want we gaan eerst even naar de bar. Want het gesprek aan de bar, daar maken we plaats voor. Rob Blankenstein gaat praten met John Resman, trainer van nu nog ADS. En volgend seizoen, ja, dan gaat hij naar oude liefde SV Erasmus. John, trainer van zondag vierde klasse ADS. ADS staat in de volksmond bekend als een hele gezellige vereniging met weinig ambities op prestatief vlak. Klopt dat beeld of zeg je van, daar wordt aan gewerkt? Nou, gezelligheid absoluut. Dinsdagavond rond 2:30 een keer de kantine uitrollen, dat is geen uitzondering. Ja, en qua voetbalresultaten valt het dit seizoen helaas nog wel wat tegen. Je bent dit seizoen voor het eerst werkzaam bij ADS als hoofdtrainer. Dan ga je van tevoren met het bestuur om de tafel zitten om bepaalde ambities door te spreken. Wat waren de doelstellingen vooraf? Ja, we zouden dit seizoen gaan investeren in de groep. Zowel conditioneel als tactisch zouden we dit jaar een leerjaar maken om dan volgend jaar door te kunnen pakken en dan kijken waar we volgend jaar richting bovenkant middenmoot zouden kunnen gaan voetballen. Tot nu toe is dat niet gelukt als je louter alleen de resultaten bekijkt. Wat is dan de voornaamste oorzaak waarom het niet lukt? Ja, kijk, daar zal bijna iedere trainer in de vierde klasse wel last van hebben. Ik heb 2 langdurige geschorsten gehad. En een langdurig geblesseerde. Ja, en dat zijn dan 3 jongens waar je het elftal eigenlijk omheen wil gaan bouwen. Ja, en als dat dan wegvalt, ja, dan wordt het erg moeilijk. Je gaf al aan dat dinsdag en donderdagavond is het reuze gezellig. Hoe zou je de vereniging ADS willen typeren? Nou, als een gezellige familievereniging waar iedereen welkom is. Waar er op zaterdag en zondag heel enthousiast over de club wordt gesproken. Om een klein voorbeeld te geven, nieuwjaarsrecepties waren er meer dan 60 mensen aanwezig. Voor in de volksmond dan een hele kleine club. Ja, ook daar werd het erg laat. Kleine verenigingen hebben het altijd sowieso moeilijk als je praat over vrijwilligers, ledenaantal sowieso. Hoe zie jij de toekomst van ADS? Dat zie ik op zich wel zonnig in. Er zullen alleen wel wat mensen die nu hun verhaal en hun idee aan de bar doen, het samen met het bestuur op moeten pakken om dat tot een goed einde te kunnen brengen. He, er worden verschillende toernooien en activiteiten georganiseerd aan de bar. En als die mensen dat dan uit zichzelf ook gaan organiseren, ja, dan zie ik het zonnig tegemoet. Je hebt ook altijd te maken met een jeugdafdeling, die heeft ADS op dit moment niet. Zijn daar al plannen voor om in de nabije toekomst dat toch weer op te gaan pikken? Ja, zover ik weet niet. Hè. Je hebt natuurlijk een Loos Duinen, maar met name een GDA wat aan de andere kant van de weg zit. Dus het zal heel moeilijk worden om toch daar nog een jeugdafdeling te gaan starten. Zoals gezegd, het eerste seizoen, ook tevens het laatste seizoen bij ADS. Dan maak je de overstap naar Erasmus. Kwam dat voor jou onverwacht
of zal het eraan te komen? Toch wel onverwacht. Hè. Op donderdagavond werd de toenmalige trainer die stapte toen op. Ik zat toen op dat moment met de ADS in bespreking van hoe gaat het dit jaar en wat doen we volgend jaar. En toen werd er op zaterdag door Erasmus naar mij toegebeld van joh, zou jij willen komen praten om volgend jaar hoofdtrainer te worden? Ja, en als Erasmus dan belt, waar ik 3 jaar met plezier heb gewerkt, ja, dan is dat voor mij niet zo moeilijk. Je bent voor zeg maar, de Erasmus-periode ook nog hoofdtrainer geweest bij Haagse Hout. Dus het hoofdtrainerschap, dit seizoen bij ADS, is je niet helemaal onbekend. Nee, dat klopt. Ik ben begonnen bij Haagse Hout als hoofdtrainer bij de zaterdag. En ja, daar heb ik ook wel 1,5 jaar met plezier getraind. Na competitie gehaald, wat toch wel bijzonder was omdat we in de 5e klas speelden. En die werd opgegeven en we speelden in de 4e klas en toch na competitie gespeeld. Dus hoofdtrainerschap is voor mij niet onbekend. Slotvraag, hoe zou je het seizoen af willen ronden met de ADS? Ja, ik blijf proberen met mijn ploeg attractief voetbal te spelen. En hopelijk eindigen we het seizoen met dubbele cijfers in de punten. En ja, minimaal 2 rondes in de Sir Winston Cup. Daar houden we aan. Absoluut. U hoorde Rob Blankenstein in gesprek aan de bar met John Resman. Ja, we hadden het net even aan de bar over Mark. In Nederland praten we 4e klas KNVB. Allemaal gediplomeerde trainers. En je geeft zelf al aan, dat is toch de kracht ook van Nederland. Zoveel gediplomeerde trainers die we hebben. Ja, er zijn natuurlijk heel veel gevraagd in Schotland. Want wat is het verschil tussen de opleiding in Nederland en de opleiding in Schotland? Het zijn eigenlijk 2 facetten. Eentje is faciliteiten. Ik denk dat je wel 3000 kunstgrasvelden hebt. In Nederland is Schotland uit de 300, terwijl het daar toch wel ietsjes natter is. Maar ook de gekwalificeerde coaches. Ook zelfs de jeugdtrainers hebben vaak toch al een kleine diploma. En het is altijd beter dan een goed welwillende vader die eigenlijk niet weet wat hij moet doen. En dan, ja, wat doen ze dan? In een rijtje staan, een keertje schieten op de goal, rondjes lopen en een partijtje. Eén bal vaak. Ja. Dus de kwaliteit van jeugdtraining is zoveel beter al in Nederland dan in andere landen. Niet de toplanden in Duitsland en Spanje, België, die hebben nu ook allemaal goede jeugdtrainers. Maar ja, ik denk dat Nederland zich wel kenmerkt door goed gekwalificeerde coaches. Ja. Rob, we hadden het net over het trainen in de 4e klas. Jij werkt op het hogere niveau bij de amateurs, hoofdklasse. Heel moeilijk op een gegeven moment een collega die het ook moet werken, bij wijze van spreken in de 4e klas. Je komt daar hele andere dingen tegen. Ja, ik denk dat dat heel knap is, omdat je... Ja, wat ik een beetje begrijp, misschien is dat niet zo, maar in de lagere klasses is het toch wat vrijblijvender. En dan kan je niet altijd uitgaan van een voltallige groep om mee te trainen. Dus dan zou je iedere keer je training moeten aanpassen en maar hopen dat er genoeg staan. Ja, ik denk niet dat dat bij jullie bij Olivio op geldt, want ja, jullie draaien goed, tweede plaats. Ja, jullie willen meer, dus dan is het denk ik knokken voor de plaatsen. Ja, ja zeker. En als je dan praat over de 4e klasse, dat is allemaal veel te vrijblijvend, vind ik altijd. Kijk je niet naar de 3e klas, tenminste als je denk de top 4 kijkt in deze 3e klasse. Nou, dan mag Olivio tevreden zijn over de trainingsopkomst. Er wordt natuurlijk altijd wel eens afgezegd. Er zijn allerlei studenten en af en toe moeten er ook wel eens mensen werken op. Wij trainen dan op vrijdagavond. Ja, er zijn altijd wel zo nu en dan mensen die afzeggen, maar dan is het gewoon niet anders. Maar over het algemeen is de trainingsopkomst gewoon hartstikke hoog. Ja, en net wat Mark zegt, hè, we in Nederland kijken naar ook vaak de accommodaties. En dat vergelijken in het buitenland, ja, bij jullie ook prima accommodatie. Ja, dat... We hebben het goed. Als het buiten vriest, dan kunnen we de zaal in. Als er een blessure is, dan hebben we Dick Kuiper en een krachthong die de jongens weer heel snel terugbrengt op het veld. Op het veld met de trainers staan we soms met 4-5 man voor een groep van 40-50 man. Dus wat dat betreft is dat wel allemaal goed geregeld. En Gerard Gons valt op de achtergrond die alles begeleidt binnen de club. Dus dat... We staan er goed op, moet ik zeggen. Goed, Dennis, nu nog bij GHC, 1e klas. Je gaat naar een andere 1e klasse. Ik ga ervan uit dat GDA gewoon zondag in de 1e klas blijft. Waarom GDA? Ja, waarom GDA? Zo is het gelopen. En ik denk gewoon, ik had eigenlijk vanaf het begin een heel goed gevoel bij GDA. En dan ook met name de mensen eromheen. Ja, en als je gewoon een stukje warmte krijgt en gewoon goede gesprekken voert. En dan wordt het gevoel wordt vanzelf wel goed en dan kom je eruit met beide partijen.
Dan werk je in het zaterdagvoetbal, dat is ideaal, hè? Want dan kun je GDA al ettelijke malen aan het werk zien. Dus dan kom je goed voorbereid volgend seizoen binnen. Nou, ik heb ze even kijken, 3 keer aan het werk gezien. Ook het tweede elftal. Ja, dat vind ik toch wel een voorwaarde die je voor jezelf neer moet leggen. Hè? Zodat je het gewoon goed in kaart kan brengen. Ja, en dan, dat is absoluut een voordeel dat je natuurlijk weet waaraan je begint. En afgelopen zondag ook een knappe rondleiding gehad. Nou, ja, de dingen die Martin hier zegt, hè? Sporthal, krachthonk. Ja, goed, kunstgrasveld, de intentie om mee te denken, om ook in je organisatie te verbeteren. Ja, dat is allemaal aanwezig bij GDA, dus ik vind het een prachtige club. Ja, dat weet je ook van oudsher, je komt nu wat langer in de regio, dat inderdaad goed geregeld is bij die amateurclubs. Je hebt gewerkt, ook in het buitenland, onder andere in Qatar. Er is heel veel te doen over dat WK, kun je je daar wat mee voorstellen? Ja, tuurlijk, want je leeft daar van airconditioning naar airconditioning. Dus je hebt daar niks te zoeken buiten. Wij gingen trainen 21:30. Omdat dat dan de temperatuur een klein beetje draaglijk was. Dus overdag valt er niks te doen. En het was eigenlijk zo, ik ging daar de eerste dag om 10:00 naar de club. Dus ik was er zo'n schoonmaker, die zei, wat kom je doen? Ja. Ik zeg, mijn eerste dag bij de club. Hij zegt, kom maar terug om 1:00 of 6:00, want iedereen ligt te slapen. Dus, Dat is de cultuur daar, weet je. Het is gewoon heel, heel apart. En ik ben blij dat die WK, dat die nou naar november, december gaat. En ze hebben natuurlijk allemaal overdekte stadions. Maar je moet ook rekening houden met de fans. Die gaan daar naartoe. Die kunnen overdag, die kunnen nergens heen. Die moeten dan in hotels blijven. Het is een fantastisch land, moet ik ook eerlijk zeggen. Het is om op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Hè. Het is heel veel luxe, heel veilig. Je hebt er alles. Ze zeggen wel, het is een moslimland. Maar je hebt daar toch ook wel de plekken waar je gewoon gezellige dingen kunt doen. En alleen voetbal, ja, voetbal, het leefde ook totaal niet. Hè. De topwedstrijden, zaten er 500 man op de tribune. En Ko Adriaans was toen trainer bij Al-Sadd, was een grote club. En wij stonden soms een wedstrijd coachen en dan keek op de tribune en dan zat er geen hond. Want één keer was ze uitverkocht, maar toen gaven ze 20 van die grote wagens weg aan het einde van de wedstrijd. Ja. Dan kon je met een kaartje kreeg je gelijk een ticket voor de loterij. Ja. Ik zo, het is lekker druk hier. Ja. En van die plastic tassen van Boskamp, had je die ook? Ja. Nou, dat verhaal ken ik wel, maar had jij niet. Dat was toen wel anders geregeld. Oh, ze doen het netjes. Ze zijn heel professioneel. Alles wat ze zelf niet kunnen, halen ze naar hun toe. Dus voetbaltrainers die zijn daar nu. Kijk, Michael Laudrup is daar nu bijvoorbeeld trainer bij een grote club. Dus ze halen ook steeds betere kwaliteit trainers. Maar ja, het wordt nooit wat met dat voetbal. Want die jongetjes die groeien op in welvaart en zijn lui. En ze zijn niet gewend om hard te werken. En als je ze hard laat werken, omdat de sheik zegt van je moet ze hard laten werken. Gaan ze 2 dagen later gaan ze klagen dat je te hard gewerkt hebt. En dan kom je weer bij die sheik. Ja. Zeggen van je moet het rustig aan doen, want ze zijn niet tevreden. Ik zeg, maar je zei toch dat we hard moesten werken. Het is een mooi verhaal. Maar het is eigenlijk schandalig dat daar een WK gehouden wordt. Want voetbalcultuur is er niet. Nee, dat is inderdaad wel zonde. Voetbalcultuur wel weer in Delft. Want de DHC-competitie nog, ja, jij zegt al wat mogelijkheden. Maar vooral de beker. Want tegen Noordwijk. Winnen betekent wellicht volgens u een aardige betaalde club naar de Basserskade. Ja, dat zou leuk zijn. Maar we hebben bij RVVA uitgewonnen, dus waarvoor zou dat bij Noordwijk niet kunnen? Ik las op de site van Noordwijk dat ze een makkelijke loting hadden, dus we gaan het zien. Ja, bij jou speelt onder andere nu Romano Denneboom. Ik heb begrepen dat hij ook steeds belangrijker wordt voor die ploeg, ook vooral naar jonge jongens toe. Ja, Romano is een voorbeeld voor die jonge jongens. Die leeft gewoon nog als een prof. We hebben een jaar niet gevoetbald, is toen bij ons gekomen. Helaas raakte hij toen bij Nooddorp uit geblesseerd. Dus een paar weken weer uit geweest. Maar die is iedere dag bezig geweest. 8:30 op de club met Thomas Clavan om aan zijn herstel te werken. En om terug te komen. Ja, en nu zie je dat hij ondanks 34 jaar, dat hij iedere week de ploeg op sleeptouw neemt. Dat is voor mij natuurlijk leuk als trainer. En zeker voor die jonge jongens van 19, 18 jaar, die willen er ook in hebben lopen. Die kunnen zich daaraan optrekken. Je hebt weer bijgetekend bij DHC. Je hebt het naar je zin, hè? Ja, ondersteking niet. Nee. Maar goed, het komt niet zo vaak voor op het hogere amateurniveau dan een trainer aardig wat jaren blijft zitten. Ja, terwijl Dennis is ook bij je bosnuis aardig wat jaren. Ja, dat ga je dan natuurlijk. Nee, ook jij. Maar goed, normaal gesproken zit het vaak 3 jaar, zegt men dan. Maar als je kijkt naar de groep, in principe is de ploeg vorig jaar voor 60%... vervangen weer door nieuwe jeugdspelers en door een aantal spelers van buitenaf. Dus het is ook niet meer zo dat je vroeger speelde je voor een club en daar speelde je bijna je hele leven.
Dus dan kwam die trainer, daar hadden ze na 3 jaar ook wel genoeg van. Ja. Maar nu is, ja, zijn er meer wisselingen in de selecties. Ik vind het altijd wel raar in het amateurvoetbal dat er in november, december wordt er al gesproken van moeten we verder met een trainer. Dan ben je pas eigenlijk een wedstrijd of 10 in het seizoen, halverwege. Er kan van alles gebeuren, maar dan gaan amateurclubs die gaan zeggen, ja, maar we moeten weten waar we toe zijn. Of die trainer die wil weten waar hij toe is, terwijl je nog een heel groot gedeelte van het seizoen je, zeg maar, je werk moet afmaken. Ja. Je kan net een slechte periode hebben. Ik ben het met je eens, maar het geldt nu ook voor spelers. Ja, in het verleden waren wij later rond, hè, als trainer, was het februari, maart. Ja. En nu is het gewoon zo dat je spelers moeten al in januari vastliggen. Want er zijn nu al lijsten gewoon met spelers die dan nu spelen hier en volgend jaar daar spelen. Dat is al ongelooflijk veel. Een beetje vreemd, hè? Maar het geldt ook voor trainers, hè? Want je ziet ook in die tendens dat trainers gewoon ook achter de rug van de huidige club gaan solliciteren. En wachten tot ze wat hebben. Ja, en blijkt dat ze niks hebben, ja, dan tekenen we erbij. Je ziet het, een hele verschuiving natuurlijk in het gebeuren. Ja, maar trainers zijn ook Dennis, bang denk dat jij, het te lang duurt dat ze dan ook zonder club komen. Ja, maar denk jij dan een club? Als jij nou bij een club trainer bent, en dan ga je toch niet solliciteren bij een... Ja, het zal dan ongetwijfeld gebeuren, maar bij een andere club. Zonder dat je met je eigen club gesproken hebt. Ja, wat gebeurt? Ja, maar dan zegt zo'n club toch, daar begin ik niet aan, want die is onbetrouwbaar. Ja. Tenminste, lijkt mij. 20 jaar geleden was ik trainer bij Lisse, was het ook zo. Ging in december, werd er nou een gesprek met aangegaan van, heb je het naar je zin? Werd met de spelersgroep gesproken, wat vinden jullie ervan? En dan zei ik soms wel eens van, ja, we hebben een slechte periode, maar ik denk dat er wel gewoon toekomst in zit. En, maar als je pech hebt en je verliest net 3 wedstrijden in december, dan zeggen ze in één keer van, ja, het is klaar met die trainer. Ja. Terwijl dat misschien niet heel terecht is. Nee, maar ik bedoel, dan weet jij wel waar je aan toe bent. Maar dan zou jij van tevoren zeggen, dan bij club, terwijl je bij Lisse jezelf indekken. Ja, dat je jezelf dan indekken. Maar het is een raar fenomeen, vind ik het. Ja. Als je nu bijvoorbeeld kijkt, ik ben dan nog van de oude stempel. Ik heb in november kenbaar gemaakt bij GHC. Ik scheid ermee uit, dan kunnen jullie naar een andere trainer zoeken en ik ben toe aan wat nieuws. Maar ik geloof toch niet dat het tegenwoordig nog zo werkt. Hoor. Maar jij doet het zelf. Maar nou zou die club tegen jou zeggen in november. Dennis, jammer, maar we zien het even niet meer zitten voor volgend seizoen. Terwijl je dan nog 20 wedstrijden moet gaan. Ja. Dus toch best wel vreemd. Goed, jij bent voor het eerste jaar bij Olivio. Laken we het hier gaat dan de titel binnenpakken, maar toch jullie proberen... Nog 8 wedstrijden te gaan. Ja, maar goed, normaal gesproken, jullie zijn wel in uiteindelijk voor die promotie. Als dat lukt, Olivio, hebben jullie een ploeg om dan ook in die tweede klas te gaan voetballen? Nou, dat zou spannend worden. Als ik nu kijk naar ons wekelijkse voetbal, dan redden we het qua voetbal wel, denk ik. Alleen, ik ga ook wel eens kijken naar tweede klassetjes en dan fuck of zo ga ik wel eens even langs. En dan kijk ik ook naar wedstrijden, hoe die daar gespeeld worden. Ja, daar is het ook al net even iets feller en misschien wat slimmer, ook soms wat gemener. En dat is nog wel wat de groep ontbeert. Misschien hebben we nu ook wat minder weerstand. Hoe stom het misschien ook klinkt met de ploegen die je dan treft in deze derde klasse. Maar voetballen kunnen we en voetballen kunnen we zeker mee in deze tweede klasse. Alleen het is meer dan voetbal alleen in deze tweede klasse of in die tweede klasse. We gaan het met jou afwachten, want we gaan eerst de tijd maken voor een hele andere rubriek. En wel de fluwele trap, oftewel het ouderwetse latje trap. Dit keer togen we naar het Oostersportpark en we zien 2 spelers aan de gang van SVC 08. Ik ben Michael de Niet, ik ben 19 jaar, ik voel bij SVC 08 in het eerste en ik ga de 4 raken. Ik ben Milko Vermeer, keeper bij SVC, 20 jaar en ik ga de 3 opschieten. Hoge verwachtingen dus op het Oostersportpark in Wassenaar. Hier de eerste bal van Milko, die vliegt voorlopig nog even naast. Maar hij is een keeper en die hebben meestal wel een goede trap. We houden dus vertrouwen, de tweede bal van Milko. Oei, dat scheelt echt heel weinig. Dat is echt centimeterwerk. Die gaat net over de lat. Zijn derde bal. Gaat ook mooi richting het doel, maar die is te laag. In het doel weliswaar. We gaan kijken naar Michael de Niet met zijn eerste bal. De vleugelaanvaller van SVC 08. Die eerste bal gaat naast. Tweede bal. Oh, die gaat mooi richting doel. En dat scheelt ook heel weinig hoor. Zit er bijna op. Maar dat is niet helemaal. We gaan naar de derde bal. Voor 3 punten. Ai, net niet. Die gaat een metertje over. Ja, ze zaten toch in de buurt, moet ik zeggen. We gaan kijken naar de ballen vanaf de 16 meterlijn. Milko om mee te beginnen. Zijn eerste bal, die gaat even over. Kijken naar de tweede bal van Milko. Ook die vliegt over. Ja, er moet toch wel gescoord gaan worden nu, jongens. Ja hoor,
één puntje voor Milko namens SVC 08. Nou goed, beter dan niets. Kijken of Michael nog iets terecht kan brengen voor SVC 08. Ja, dat kan die. Die bal is erop. Dat betekent 2 punten voor SVC 08. Die gaat over. Iets te wild geschoten. We gaan naar de laatste bal van SVC 08. En die zit erop. Michael er niet. Weer een punt namens SVC 08. Toch 3 punten in de wacht gesleept. En dat betekent een 5e plaats. Ja, hij baalt ervan. Want hij had er wel meer van verwacht. Maar goed, toch mooi. 3 punten voor SVC 08. En dat betekent dat er tot nu toe nog niemand is die KMD verslaat. En nu is alweer een aflevering van de fluwelen trap. Oftewel het ouderwetse latje trap. SVC ditmaal, maar ze hebben KMD niet van de troon kunnen stoten. We gaan naar onze vaste rubriek, naar het team van de week. En ik heb het al eerder aangekondigd. Het team van Wick zaterdag 1. Ja, ze spelen niet in de standaardklasse, ze spelen gewoon wat lager. Want mannen, bij jullie is voetbal wel belangrijk. Maar de gezelligheid is zeker zo belangrijk. Mitchell van Zweden, doelman. Dan zeg ik niks mis mee, hè? Dat jullie de gezelligheid heel belangrijk is. Ja, ik denk dat wij wel, ik denk dat we ons wel kunnen benoemen tot het gezelligste team van Nederland wel. Ja. Minimaal, ik denk nog wel van Europa. Ja, ja. Kijk, niet in het veld, maar daarbuiten op zeker. Van Zweden, bekende naam in Den Haag, hè? Hele bekende naam. Is familie van je, hè? Ja, is mijn oom is het. Ja, ja. Was ook keeper. Ja, was ook keeper inderdaad. Ja, maar ik ben beter. En ik heb begrepen dat jullie ook binnenkort een keer een wedstrijdje gaan bezoeken van Swansea. Ja, we willen 16 mei willen we naar Swansea gaan met z'n allen. Hopen dat er een beetje mensen meegaan. Ja. Ja. En dan regelt hij natuurlijk de kaarten allemaal, hè? Ja, via Saab, via zijn reisbureautje kan hij dat wel regelen. Ja, natuurlijk. Hij regelt ook van alles erbij. Goed, ja, Michael van Spanje, wie is dat? Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Dat is de spits. Vorig jaar 22 doelpunten gemaakt, topscorer. Klopt. Dit jaar wil het niet lukken. Ja, dit jaar zit het niet mee, hè. Ik krijg die ballen niet. Ja. Dus dan laat het op. Het ligt weer aan een ander, geloof ik, hè? Ja, ik noem geen namen, maar hij weet het zelf wel, denk ik. Toch? Nummer 4. En Michael van Driessen. Je speelt op het middenveld. Hele fantastische wedstrijden gespeeld. Dit jaar lukt het wat minder, maar van het jaar ook een echte Maradona-goal, hè? Ja, dat was een mooi goaltje. Ja, vertel er eens wat van. Ja, een solootje vanaf de middenlijn. Speelde 4 man voorbij en ik schiet hem zo in de kruising. En ik kreeg een paas van Mitchell van Zweden. 2 assisties die wedstrijd. Oké, nou kijk eens aan. En dan Pieter Kanters. Yep. Is het ook nog wel de laatste man. Speelde eerst bij de zondag, maar je bent naar de zaterdag toe gegaan. Beetje druk met bedrijf. Ja, ook druk met bedrijf, maar ook kilootjes zwaarder geworden. Dus het gaat allemaal niet zo makkelijk meer. Dus, nee, ja. En dan weer de gezelligheid. En dan weer de gezelligheid. Maar ja, goed, laatste man is nog wel vol te houden. Dat is nog wel vol te houden, ja. Ja, nee, even klasse. En dan Emiel Massing. Dat is een libero. Je speelt alleen niet zoveel, geloof ik, hè? Ja, ze noemen me ook wel eens, hoe zeg je dat? Ja, de Arjen Robben. Want het trucje hier en daar. En dan even een sprintje eruit, maar dan is het ook wel klaar, hoor. Ja. Je voetbalt niet zo vaak, maar ik heb gehoord dat als je voetbalt, gebeurt er altijd iets leuks. Ja, altijd wat. Ik had vorig seizoen, er was een toernooi in de finale, had ik het ook even 3-1 gelegd, weet je. Maar ja, hoort erbij, hè. Ja. Ik heb begrepen, jullie hadden voor het seizoen, speelden jullie ergens in Brabant een heel erg leuk toernooi. Volop kansen om de eerste plaats te halen. Maar ja, het was prachtig weer, dus ja, dan... Klopt. Dan gaat het niet goed vooraf, hè? Ja, wat kan ik erover zeggen, hè? Het is, het is altijd gezellig natuurlijk en het drankje, dat is altijd lekker. Ja. En wie is de aanvoerder van het team? Dat ben ik. Dan gaan we de aanvoerder van het team. Ja, want jullie zijn ook op trainingskamp geweest. Nou ja, niet het eerste van de zaterdag, trainingskamp. Maar jullie zijn meegeweest met de zondag, hè? Klopt. Voor het eerst, dit seizoen. Niet om te trainen zeker? Wel, heel zwaar getraind. Heel zwaar getraind. S'avonds was het ook gezellig, dus dat was wel te compenseren. Ja. Was hartstikke leuk. En jullie hebben nog even wezen kijken en daar zien we daar ook wat beelden van de wedstrijd die jullie gespeeld hebben bij Vredenburg. Ik heb alleen het begin even gezien. Stonden jullie achter? Ik weet niet wat het geworden is, hoor. We stonden 4-0 achter, toen gingen jullie weg. Ja. En we hebben er 4-4 van gemaakt. Ja. Ik zal je geloven. Wat me wel opviel, dat vond ik wel heel erg leuk. Jullie hebben wel aardig wat publiek en toeschouwers dat met jullie meegaan. Ja, klopt. Ja, dat is wel heel lekker. Jullie hebben begonnen in de 8e klasse. Dit jaar wat hoger. Wat is nou leuker, dat lager of dit jaar?
Dat lage is toch wel wat leuker. Win je ook nog eens een wedstrijd, hè? Ja, precies. Ja. We staan nu 1-1. En vorig seizoen zijn we volgens mij tweede geworden, derde geworden. Ja, maar ja, het kan nog slechter worden. Daar weet Dennis Olman alles van, hoor. Dus, Wij zoeken ook nog een trainer. Oké. Ik zoek ook nog mensen die ballen erin schieten. Oké. Oké, jongens, maak vooral het seizoen hartstikke leuk af. Fijn dat jullie het team van de week wilden zijn. En wat inderdaad heel erg belangrijk is, zeker op niveau jullie spelen. Plezier in voetbal en plezier eromheen, allerbelangrijkste. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Goed, gaan we verder. Want ook deze week weer het de Haaglanden voetbaltoernooi gestart. In het verleden de HC Cup, daarna AD HC Cup. Natuurlijk is er het een en ander veranderd. Hè. Tegenwoordig veel grotere competities. We hebben natuurlijk de na-competitie die heel veel aandacht vraagt. Maar als we dan praten, dat toernooi wat er in het verleden was geweest. Mark, jij hebt als speler ook twee keer zo'n finale meegemaakt. Dat was wat. Ja, bij RVC speelden we twee keer achter elkaar de finale en wonnen ook twee keer. We hadden ook wel een aardig elftal met Harry van der Laan en met Ricky Chinaschew en met Kees Tempelaar. En een andere wedstrijd was trainer. Kastel Torment. Gaston Torment speelde mee, maar er waren ook nog heel veel andere goede voetballers op dat moment. En het leefde ook echt, hè. Niemand werd gespaard. Je speelde zondag hoofdklasse amateurs en op dinsdag ging je gewoon weer volle bak HC Cup. Ze probeerden zo ver mogelijk te komen. Kwartfinales tegen ADO en halffinale tegen VCS en zaten toch 2000 man langs de lijn. Dus het leefde ook echt. Dat was hartstikke leuk. Ja, en die finale, ik kan me nog goed herinneren. Je was speler en dan heb je heel wat van die bobo's rondwandelen. Jij was de man die met de schaar aan de gang ging. Ja, ik vond het wel leuk om die stropdas af te knippen. Ja. Maar toen ik Wim Hartnak probeerde af te knippen, toen nam ik een stukje vel mee, geloof ik. Die begon in één keer te bloeden. Ja, dat vond hij inderdaad niet maar zo. Maar dat was gewoon, balorigheid. Hè. En dat was gewoon gezellig en leuk. Ja. Een leuke groep hadden we. Ja. Rob, jij je hebt ook goede herinneringen aan het toernooi. Ja, zeker. Maar het leefde al. En de eerste finales die ik gespeeld heb, was toen met DHC. En ik moet eerlijk zeggen, in Delft maakte het ze niet zoveel uit. En ik was natuurlijk Hagenaar en ik zat iedere dag bij Aad Kiel aan de koffietent. En hadden we het nergens anders over. Dus ik probeerde mijn medespelers natuurlijk wel een beetje enthousiast te maken. En die hadden gelukkig zoveel kwaliteit. Dat met DHC heb ik dan ook één keer gewonnen tegen RVC bij FUK, die finale. Was trouwens geen beste finale, maar finales zijn er om te winnen, zeggen ze dan. Ja, daarom. En het spelen in de finale is altijd tegenwoordig al prachtig natuurlijk. Ja, maar als je toen, en dat is weer lullig om in het verleden te kijken, maar de entourage, ik weet, daarna die finale bij Fios, die toen met de RVC speelde tegen ADO, toen hebben ze bij Fios gewoon het hek dicht gedaan. Dan mochten er niet meer mensen op. Het stond dus helemaal vol. Ja. En daarna prachtig ook bij weer Krik. Ook, hè? Dat speelt ook wel een rol. Ja, maar toen, iedereen in Den Haag had het over de HC Cup. En ja, je hoopt eigenlijk dat dat weer terugkomt, die beleving. Ja. Goed, we gaan afwachten wat het van het seizoen gaat worden. Ja, Dennis, jij hebt het even gemist, maar volgend jaar ben je er weer bij met GDA. Verleden jaar ook, hè? Verleden jaar met GDAC. Inderdaad. En ik vond het altijd prachtig. Maar het is net wel wat hun zeggen. In het verleden werd het veel heftiger beleefd ook. Ook door de spelers zelf, maar ook door het publiek. Ja, goed, ik vind het een prachtig iets. Dus ik kijk er wel naar. Goed. Heel wat anders. Praten we even over zaterdag zonder voetbal, Martin. Iedereen heeft het erover. Het zonder voetbal staat dan wat onder druk. Nou, Olivio speelt in die zondag derde klas. Vorige week was er zo'n bijeenkomst van de KNVB Belaak. Want hier is gesproken over misschien het mixen van de zaterdag en de zondag. Waardoor je dan toch wat, misschien wat leuke competities houdt voor de zondag. Hoe kijk jij daar tegenaan? Oh, nou, dat is helemaal nieuw voor mij. Ik had wel gehoord dat ze gingen praten over om de vierde klasse helemaal op te doeken. Het samengaan van zaterdag en zondag, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niets van gehoord. Maar het lijkt mij... Nee, men zegt niet dat ze het gaan doen, maar het werd als een optie genoemd om met name de zondag aantrekkelijk te houden. Ja, dan ben ik altijd weer benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Want je hebt ook zondagclubs die pertinent niet op zaterdag willen spelen en andersom, denk ik. Dus dat zal altijd een moeilijk iets worden om dat toch wel gestroomlijnd te krijgen binnen de KNVB. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan hoe dat gaat uitpakken. Ja, kijk, zondagclubs die zullen wel eens op zaterdag moeten spelen. Andersom is het moeilijk als je met de principiële zaterdagclubs hebt. Ja. Dus denk jij erover, Dennis? Want ik bedoel, jij zit nu bij een zaterdagclub, je gaat weer naar een zondagclub toe. Ja, nou ja, goed. Kijk, op zich denk ik dat uiteindelijk alleen echt de hele sterke clubs op zondag die zullen overeind blijven. En met name in de hogere klasses. Maar op zich denk ik dat als je dat
nou, een goede structuur in aanbrengt. En bijvoorbeeld je thuiswedstrijden op zondag en je uitwedstrijd op zaterdag. En je, ja, het kan ook zomaar wel de redding zijn van het zondagvoetbal. Ja. Nou, je moet het in vieren hakken. Kijk, nu moet ik uit naar Wie Vlissingen. Wie gaan we hakken? Nee, je gaat uit naar Vlissingen. En dan heb ik het alleen even over de hoofdklassen. Maar maak gewoon 4 hoofdklassers. En dan, hè, nu heb je Teleden, nou, Noordwijk, Kwikboos. Als je daar DSC bij hebt, je hebt Kwik erbij, Westlandia. Dat is allemaal voor iedereen te bereiden. He, en ja, Vlissingen uit, jongens. Ja, en ik denk ook dat het voor een hoop zaterdagclubs leuk is om tegen toch echt clubs van naam uit de zondag te spelen. En andersom geldt denk ik hetzelfde. Maar kijk, maar hier staat laatste André Wetsel, die zei ook van, ja, dan moet ik op een zondag naar EVV in Limburg, zit ik zoveel uren in de bus. Hij zei, dan speel ik toch veel liever tegen Kwik wat naast me speelt. Maar hij heeft toch ook wel in een vliegtuig naar Qatar gezeten, of niet? Ja. Ja, ik bedoel, wij hebben het wordt een dag jouwe zijn. Nee, maar als je kijkt naar de clubs. Volgens mij is het wel, die Bollenstreek heb ik dan een paar jaar in gecoacht. Ja. Dat is dan wel toch wel het hoogtepunt van de amateurvoetbal geweest. Dat was, elke wedstrijd was 2.000-3.000 man. Ja. Nu gaan ze naar WKE toe, ze gaan naar Doornoorden, naar het zuiden. Straks moet je naar een tweede elftal toe. Ja. Nou, dat zie ik helemaal niet zitten eigenlijk. Dat vind ik een hele slechte regeling, vind ik dat. Maar als je een regio gebonden doet. Ja, dat vind ik veel beter. Je hebt nog voldoende goede clubs in, zeg maar, in Zuid- en Noord-Holland. Of, zeg maar, stel je voor GDA Kwik Boys. Is toch geweldig? Nee, maar waarvoor zou je niet, zeg maar, als je nou DSC en Kwik. Neem nou DSC en Kwik. Als die nou in die afdeling zouden zitten. Dan kun je altijd zeggen, dan spelen we 2 zondagclubs zondagmiddag. Als wij dan tegen Kwik Boys zouden moeten, dan speel je thuis op zaterdag gewoon. En voor mij wordt het om 5:00. Ja. Na de jeugd allemaal. En dan ben je overal vanaf. Want iedereen heeft het natuurlijk over het zondagvoetbal. Maar onze grootste concurrent is Eredivisie Live. Klopt. Ja, laten we eerlijk zijn. Als jij om 12:30 naar Feyenoord PSV kijkt en het regent een beetje. Ja, dan denk je, nou ja, om 14:30 krijgen we Twente tegen Utrecht. Of ik weet het, nou, dan blijf ik wel op die bank. En op zaterdagmiddag heb je niks. Goed, ik ga nog even afronden. Nog kort even een rondje. Martin, bij Olivio, hard werken om die tweede plaats vast te houden. Er wordt een strijd met Volspie, denk ik. Nou ja, we willen nog steeds gewoon de druk houden op de nummer 1. En kijk, 8 punten, dat klinkt misschien heel veel. Maar er komen gewoon nog zat wedstrijden waar Laak gewoon voor aan de bak moet. In de vorm van Volspie en Wipolder. En kijk, wij hebben Laak al 2 keer gehad en Volspie ook 2 keer. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd en we gaan echt de strijd niet opgeven. Dus voor ons is het gewoon zaak, kijk, we hebben nog geen prijs. Dat is aan de ene kant ook mooi. Dat vraagt toch weer dat je gewoon er vol tegenaan moet gaan en, om toch een prijs te pakken. Of zelf, of misschien dat je gewoon netjes tweede eindigt. En dan, als je tweede eindigt, heb je gewoon sowieso waarschijnlijk de derde periode. Ja, dus, tweede competitie. We gaan de strijd aan voor alles. Zowel de derde periode als nog steeds het gevecht om die eerste plaats. We geven niet op. Goed zo. Nou, DRC nog steeds in het achterhoofd. Moet een keer gewonnen worden in een uitwedstrijd. Ja, maar we willen elke wedstrijd winnen. Ja, dus, ja, maar extra die uitwedstrijd, net zoals de ADO Den Haag. Ik bedoel dat... Maar op een gegeven moment wordt het alleen maar daarop... En we hebben 2 keer gewonnen van de 7 of 8 uitwedstrijden. Okay. Helaas. En de beker, dat is natuurlijk wel even belangrijk. Ja, als we Noordwijk winnen, zou het top zijn voor de club. Ja. Goed. Dennis, jouw eer erna om met GSC te degraderen, denk ik. Ja, dat is ook zo. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wij echt bij momenten echt niet zo beroerd voetballen, hoor. Maar er spelen natuurlijk wel meer dingen bij de club. En dat zijn dingen die... Een beetje muiterij gehad, hè, een tijdje terug. Nou, muiterij vind ik een groot woord. Dat, kijk, tussen aanhalingstekens dan? Ja, dat heeft ook te maken met een journalist die een leuk stukje wil schrijven. Maar dat het niet allemaal koek en ei is, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Maar ja, kijk, ik ga natuurlijk wel proberen om te zorgen dat we er niet uitgaan. Als ik heel eerlijk ben, zou het voor de club misschien wel beter zijn als ze wel een etage lager gaan. Maar ja, goed, dat wil ik gewoon niet. Nee, goed. Mark, ik ben heel benieuwd. Heb jij al plannen voor de toekomst? Nou, ik heb wel plannen, maar ik doe het wel rustig aan in de zin dat ik niet het eerste de beste club die aanklopt om daar weer naartoe te gaan. Ik heb wel wat fouten gemaakt wat dat betreft in het verleden, dus ik wacht rustig af tot het een aanbieding komt waar ik ook echt een goed gevoel bij heb. En als je dan de ambitie, is dat dan hier in Nederland of zeg je van, nou, ik bedoel, je hebt in Roemenië gewerkt? Nou, daar ga ik niet meer naartoe.
Nee. Dat Qatar? Is dat, ja, Qatar, nee. Het gaat om de ambitie van de club. En of het nou is. Ik zou er één. Ja, misschien wel, hè. Het Zuiderpark altijd goed. Ja. Maar kijk of het nou is met een club om op een hoger niveau te komen als organisatie. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ik ben in Schotland als ik coach van de coaches. Had ik Dean Goree en Scott Booth als coaches. Dat is hartstikke leuk om met de jongens. Performance director, zoals dat ja, dat is gewoon een moeilijk woord voor hoofd van de jeugdopleiding in Schotland. En ik, daar had ik heel veel plezier in. Hè. Dan coach je de coaches en dan ben je een soort klankbord. En dan maak je zeg maar, een heel plan voor de wedstrijden. Maar als er een club komt die weer een trainer zoekt, dan kunnen ze ook bellen. Dus, Maar je hebt natuurlijk ook in Engeland gewerkt. Je doet ook het summen. Als hoofdjeugdopleiding, maar ook als hoofdcoach. Ja, kijk, je maakt wel een heel ander soort voetbal mee. Het leeft enorm in Engeland en Schotland. Dus dan is de stap naar een ander land soms wel eventjes een stapje terug. Maar ik voel me nergens te groot voor. Dus als er iets leuks komt, dan ga ik er goed over nadenken. Goed, ik ben reuze benieuwd waar we je hopelijk volgend seizoen aan het werk zien. Ik wil je hartelijk danken voor je komst hier naartoe. Dat geldt natuurlijk voor Dennis Olman. Succes met GHC. Ja. Martin, jij uiteraard met Olivio en Rob met DHC. Mensen hier aanwezig in de Sir Winston Entertainment Club. Hartelijk dank voor jullie komst. En thuis ook bedankt. En wij zijn er weer met Haaglander Voetbal aan tafel. Niet over 14 dagen, maar over een maandje. Want we slaan één keer over. Dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Kozijnservice Nederland, Slijterij V&V, Bloemsierkunst Jan Bosman, aannemersbedrijf Meerbouw Pijnakker BV, topfittrainen.nl, Over de Vest Kozijnen, Finovion Accountancy Belastingen en Advies, Finnies Tentenverhuur, Van Koppen en Van Eyck, Asta Casino en Cor van Laak Kozijntechniek.